welkom bij de vlog. Zeker blijven kijken tot het einde, want ik stuur je misschien wel naar de US of A, baby. We doen vandaag weer aan wetenschap. Wetenschap is echt overal, dat bewijs ik ook vandaag weer, want we zijn aan het ziekenhuis, Gasthuisberg in Leuven. Helaas komen hier soms ook kindjes terecht en die kindjes die moeten spelen. En daar helpt de wetenschap een handje bij. Woehoe! Auw! Oeh, oeh. Dat is echt maf, dat werkt echt. Oeh, oeh. Tom van Sint-Lucas in Antwerpen, wat is dit? Wel, we zien een onderwaterwereld en er hoort een bewegingscamera bij. En die meet de bewegingen van kinderen. Ja? Dus als ze met hun armen wuiven of ze dansen rond, dan verandert dat in de waterwereld. Dan komen er visjes naartoe zwemmen of de plantjes bewegen in het water. Dus het is een soort van interactief spelletje. Ja, go, dansen! Valt niet om, hè? Zo is van die nog zwaar gewonden. Wow, breakdancer! Dus Tom, de bedoeling is dat ze zelf verhalen gaan kunnen creëren in die onderwaterwereld. Hoe werkt dat precies? Wel, we maken gebruik van technieken uit de artificiële intelligentie. Dus computerprogramma's die zelf creatieve beslissingen gaan nemen. Die zelf personages in een verhaal bedenken of zelf een verhaaltje van nul uitwerken. Computers die zelf verhaaltjes vertellen. Ik ben binnenkort mijn job kwijt. Dank u wel, Tom. Nee, zo vaart zal het nog niet lopen. Er is nog heel veel werk aan de winkel daarbij. Maar eenvoudige kinderverhalen is iets dat momenteel mogelijk is met de huidige technologie die we nu hebben. Hallo. Ludivien, ook van Sint-Lucas in Antwerpen. Jij hebt die prachtige diertjes en vissen en planten en zo getekend. Was dat niet moeilijk? Jij bent moeilijk, een echte artiest, hè? Moeilijk, nee. Ik neem er heel veel plezier aan om dat te doen. Ja. Het idee is vooral om eigenlijk tekeningen te ontwikkelen, rust te promoten en waar dat de kinderen echt naar kunnen kijken, curieus kunnen zijn. Dus het is een evenwicht tussen een imaginaire en realistische wereld. Ja. Het mochten niet eender welke tekeningen zijn. Het mag ook allemaal niet te, het mag niet te flashy of niet te opvallend zijn. Nee, niet te flashy, niet te abstract. Het is ook een onderzoeksproject. Dus we gaan ook kijken het onderzoek dat al gevoerd is door andere mensen wijst ook op het feit dat abstracte kunst minder goed is voor herstel dan representatieve kunst van de natuur. Dus ja, dat is ook een beetje wat we nodig hebben. Natuur in het ziekenhuis brengen, maar op een ludieke manier. Elke, jij bent een pedagogisch medewerker. Waarom is het belangrijk dat kindjes en kinderen, want ze zijn soms ook iets ouder, blijven spelen in het ziekenhuis? Ja, veel denken zo van, ze komen hier gewoon maar spelen. Het is maar een beetje plezier hebben, maar eigenlijk kunnen ze veel meer doen hier, want ze weten waarom dat ze hier zijn. Sommigen zijn hier lang, sommigen zijn hier minder lang. En ze kunnen eventjes hun zorgen vergeten hier. Even alles achterwege laten, knutselen, dom doen. Ja, wordt hier wel heel uitgebreid gedaan ook. En dom doen hebben wij al veel gedaan, hè? Ja. We hebben veel dom gedaan, hè? Ben jij nog heel ziek? Nee. Voel je al beter omdat wij samen gespeeld hebben? Ja. Oké, high five, het werkt. Het is bewezen. Hey, cool, hè? Zo'n speelmuur voor zieke kindjes. Ik kan hem gaan bewonderen in Antwerpen trouwens, tijdens Dag van de Wetenschap. Check dagvandewetenschap.be. En ik stuur jou naar South by Southwest, een wetenschaps- en muziekfestival in Texas, United States. Als je even van je wetenschap doet. Je hebt geen echte interactieve speelmuur nodig om kindjes blij te maken. Je kan dat ook gewoon doen met een lampje. En je blote handen. Wacht, zal het voordoen? Kijk, een eenhoorn. Voilà, dat moet jij toch ook kunnen. Maak je allermooiste schaduwspel. Maak er een filmpje van. Uploaden via mnm.be. En wie weet ga jij naar Texas, USA. Olé.